Geestelijke leiders van verschillende denominaties worden dagelijks geconfronteerd met hulpbehoevende mensen. De regering moet zich bewust zijn van de nadelen die de financiële situatie heeft op de bevolking, zegt Carlo Misikaba, voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname, VVEPS, vandaag op de vierde dag van de Nationale Dialoog op het kabinet van de president. Misikaba meent dat er een ommekeer moet komen in het beleid om de financiële situatie in het land te verbeteren. De structurele oplossing die wij zien is dus dat er gewerkt wordt aan de beteugeling van de koers. De wisselkoers moet heel graag naar beneden. Twee, er moet er werkgelegenheid gecreëerd zijn waarbij mensen voldoende kunnen verdienen om een dak boven hun hoofd te hebben. Om tenminste een fiets te kunnen kopen of om een huurhuis te betalen. Dat moet toch kunnen. Dat zijn de minimale behoeften van een mens. Ook zijn organisatie heeft diverse adviezen en verbeterpunten aangedragen om het tij te keren. De voorzitter stelt dat de hoop op verandering nog bestaat. Wij hopen dus dat er gestalte aangegeven zal worden. En wij geloven erin. Kijk, je moet altijd de mens een kans geven. Het is niet de bedoeling dat we dan ook niet willen. Maar wij willen een beter leven, een beter bestaan. En dat die beleidsmaatregelen in place worden gezet. Zodat het volk opgelucht kan ademen. Kijk, niemand wil een bedelaar zijn. Ik wil niet van pakketten leven, toch? Ik wil zelf werken, verdienen. Dat maakt me trots dat ik voor mezelf kan zorgen. Om mijn hand open te houden, dat het volk zijn of haar hand open maakt. Dat zijn we niet gewoon als Renaman. We na Jajasma. Toch? We willen die eer hebben dat we zorgen voor onszelf, voor ons vrouw, voor onze kinderen. En dat we onze buren iets kunnen geven. De regering houdt vanaf 26 februari een nationaal dialoog met verschillende actoren in Suriname. En heeft reeds gesprekken gehad met vertegenwoordigers van sociale organisaties, ondernemers en de bankiersvereniging.